nieuwe aflevering van Richting Geven Doe Je Zo podcast. We zijn er weer, Mohammed. Tweede keer vandaag voor mij. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaat zeker goed. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. En we hebben vandaag ook een hele bijzondere gast bij ons. En voordat we onze gast gaan introduceren, ben ik wel benieuwd of jij ooit zo'n jongensdroom had om uitvinder te worden. Wil je het echt weten? Ja. Ja, had je die of niet? Ik wel, jij niet dan? Nou ja, ik rommelde wel van alles toen ik nog heel klein kind was. En ging ik batterijtjes aan elkaar vastzetten met een draad eraan en dat soort dingen. Maar ik heb die droom vrij snel losgelaten. Dus nee. Op een gegeven moment niet meer. Jij wel, hè? Ja, volgens mij weet mijn vader dat wel. Dit wel, dus ik kan het gewoon vertellen vandaag. Ja. Maar ik ging een keer, ik had een oude radio. Ja. En die deed het niet echt hartstikke wauw. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, als ik hem nou uit elkaar haal en hem repareer. Ja. Weet je dan, ben ik de man. Ja. Nou, uiteindelijk gelukt, radio was dicht. Sommigen deden dingen deden het weer. En sommigen deden het niet. Okay. En ik had een paar schroefjes over. Maar volgens mij hebben we vandaag een uitvinder bij ons. Ja. Die ons eigenlijk mee gaat nemen hoe ik, stel je voor dat ik het ooit een keer overnieuw moet doen, wat ik dan precies moet doen. Klopt. Welkom Wayan. Dankjewel. Ja, jullie ook. Dankjewel dat ik er vandaag mag zijn. Mooi, we hebben vandaag Wael Gharazi bij ons in de show. Klopt. Een grote eer om je bij ons te hebben. Ja, ik ook. En wellicht leuk voor de kijkers en voor de luisteraars. Kun je jezelf voorstellen? Ja, zeker. En waar zouden de mensen jou van moeten kennen? Ja, nou, ik ben Wael Gharazi en ik ben 15 jaar oud. En ik zit op het Keizer Karel College op school in Amstelveen. En ik doe nu 4 VWO, ik ga nu naar 4 VWO. En ik doe technasium. En technasium, dat is eigenlijk hetzelfde als gymnasium, maar dat is meer met techniek, projectmatig werken, met opdrachtgevers. En jullie zouden mij kunnen kennen van het 1,5 meter afstandsapparaat. Dat ik heb gemaakt tijdens corona om mensen te helpen en vooral ouderen te helpen met 1,5 meter afstand houden. Zo. Ja. Daar ken ik hem dus van. Kijk. Was coronatijd, met al die beperkingen toen. Ja. En wie komt er op mijn schermpje? Op het NOS? Toen dacht ik, wauw, toch. Dat was volgens mij onze aller... Toen stuurde ik hem een LinkedIn-verzoek. Klopt. Kun je nagaan, hè? En dan... Moest je daar nog over nadenken toen je hem geaccepteerd had? Of dacht je van... Nee. Ik vond het wel leuk. Oh, vond je leuk. Ja, okay. En hij was mijn allerjongste LinkedIn-contact. Hij was toen maar liefst 12 jaar. Klopt, ja. Toen waren we al contacten. Ja. Heel vroeg. Ja, en je begint over 1,5 meter apparaat. Je hebt het over corona. Klopt. Dus je bent op het NOS gekomen. Ja. Kunnen we spreken dat jij, ja, of je moet me daarin corrigeren, dat je een van de jongste uitvinders bent in Nederland? Ik hoop van wel. Dat weet je nog niet zeker. Ja, ik weet het niet zeker. Maar het zou wel leuk zijn, ja. Ja. Dat ik dat zou kunnen zeggen. Ja. Nou, dat zou best kunnen, ja. Mooi. Hey, laten we gewoon bij het begin beginnen. En de vraag die ik altijd stel aan mijn gasten is... Wat is jouw allereerste herinnering die jij hebt? Van wat? Vanaf het moment dat je er bent op de wereld. Dus wat is jouw allereerste herinnering wat je je kunt herinneren? Ja, dat is, dat is heel lang geleden. Dat is ook de bedoeling. Voor ons nog langer, weet. Ja, even kijken. Dat valt wel mee, toch? Of niet? Ja, nou... Nou, voor jou natuurlijk heel lang geleden. Dan moet ik wel heel ver nadenken, maar ik denk dat het heeft niet echt iets... Het is niet echt heel bijzonder, maar voor mij is het waarschijnlijk wel heel erg bijzonder. Ik denk gewoon dat ik gewoon bij mijn ouders... Nou, iets wat ik wel heel erg leuk vind, wat ik me kan herinneren, zijn meerdere dingen eigenlijk. Kom erop. Eentje daarvan is dat ik gewoon bij mijn ouders, gewoon, dat mijn moeder me vasthield. Gewoon. Dat zijn dingen die ik misschien nog kan herinneren. Prachtig. Gewoon nog hoe jong was je toen? Ja, dat weet ik echt niet meer. En de andere, dat vond ik altijd ook heel leuk, en dat kwam altijd nog later bij me terug, is dat mijn ouders, toen ik
naar school ging voor de eerste keer. Dat ze voor mijn broodtrommel hadden gekocht. En zo een fles. Oh. En dan kwamen ze in de avond. En dan ging ik zo aan mijn zusje laten zien. Want mijn zusje was ook, denk ik, 1 jaar of zo. En dan was ik heel blij. En dan had ik gewoon een broodtrommel. En ik ging bijna naar school. Dus dat, zoiets, ja. Dat was het, denk ik, ja. Mooi hoor. Klopt. Ja. Hey, hoe zag jouw jeugd eruit? Wat kun je erover vertellen? Ja, nou, ik was denk ik best wel een drukke jongen toen ik klein was. Maar ik heb het wel leuk gehad. Ik heb veel herrie gemaakt en heel druk. Ja? Ja. Ja, vertel. Haalde je wat ongein uit of zo? Ja, zeker. En ik was heel veel aan het voetballen. Ik kan me niet eens herinneren dat ik niet heb gevoetbald op straat. Altijd gewoon vanaf jongs af aan, elke dag op het schoolplein. En ik zat ook altijd op de kinderopvang met een paar kinderen. En ja. Sommige kinderen waarmee ik in de kinderopvang zit, die zijn nu zelfs bij profclubs aan het spelen. AZ en zo. Dus we waren echt elke dag aan het voetballen. Ik begrijp ook echt dat we hadden echt de passie en motivatie om gewoon echt prof voetballers te worden. En waar was dit, Wayne? Dit was gewoon eigenlijk voor mijn basisschooltijd heel veel. In want je bent geboren, opgetogen in? In Nederland. Welke stad? In Nederland, gewoon in Amstelveen. Ja, gewoon op het schoolplein voetbalde ik heel veel. Elke dag, totdat mijn ouders me riepen om te komen eten. En toen zei jij, nee, dat wil ik niet. Ik moet het potje afmaken. Klopt. Ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik niet op schoolplein zat te voetballen. Gewoon. Het was bijna altijd op basisschool. Was ook een droom voor jou, voetballer worden? Ja, zeker. En ik probeer het nu nog steeds gewoon een beetje waar te maken. Maar het is natuurlijk lastig, er is veel concurrentie in het voetbal. Maar ja, je moet nooit opgeven, denk ik. Dat is ook belangrijk. Zo, heb je die droom nog steeds om profvoetballer te worden dan? Ja, ja, ja. Ja? Klopt. Mooi. Alles kan. Ja, ik je bent nog 15. Ja. Hè? Hey, en in de opvoeding, hè? Dus je was met mama, papa? Klopt. En je hebt nog een zusje? Klopt, ik heb een kleine zusje van 12 jaar. Kleine zusje? Kleine zusje. Nu scheelt 3 jaar. Ja, ja, maar het is natuurlijk wel nog... Ze gaat deze podcast horen, hè? En zien. Ja, eigenlijk, ja... Klopt. Zullen we dit eruit knippen? Ja. Het is groot. Nee, ja. ze is heel wijs. Ja. Mooi. Hey, en om dat toch maar even die sprong te gaan maken, hè? Want je hebt best wel... Nou, je hebt gewoon een fantastisch verhaal. Klopt. En ook een inspirerend verhaal. Dank je wel. Want je haalt natuurlijk niet voor niks het journaal. Nee, en dat is landelijk nieuws. Ja, landelijk nieuws. Ja, landelijk, volgens mij internationaal zelfs. Precies. Klopt. En het feit dat je natuurlijk opvalt bij velen... heeft ook gemaakt dat wij op een gegeven moment hebben gezegd... weet je wat, we gaan we hier gewoon vragen in de podcast. Dankjewel. En je bent natuurlijk vandaag hier niet alleen. Klopt, ook met mijn vader vandaag. Ja, want die zit hier bij ons achter de schermen. Wij zwaaien, alleen het publiek ziet hem niet. Maar ook leuk, Serachid, dat je er vandaag bent. Maar laten we even naar het moment gaan, of terug naar het moment gaan, waarbij jij op een gegeven moment het journaal hebt bereikt. Ja. En in onze voorbespreking had jij het ook over dat corona, dat pandemie, dat is toch echt wel de periode of de fase in jouw leven waar echt daar iets bijzonders is gebeurd. Ja, zeker. Kun je ons meenemen in dat verhaal? Ja, nou wat het eigenlijk was, ik was eigenlijk heel vroeg al, toen ik heel klein was, toen was ik al, ja, ik was heel erg goed in eigenlijk bij het begin is het niet wiskunde, maar het is gewoon rekenen. En nu is het wiskunde, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt moeite mee gehad. Het ging je gewoon makkelijk af? Ja, dus mijn ouders, vooral mijn vader, die wilde graag kijken van hoe kon ik nou verder gaan met de dingen waar ik al goed in ben. Om natuurlijk gewoon, ja, het is altijd belangrijk dat je gewoon stappen maakt. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heeft hij, toen ik klein was, heeft hij mij een boek gegeven om een beetje te programmeren. Dus dat was gewoon programmeren op de computer. Dus ik weet niet, dat was best wel jong. Ik denk groep 6, 7 of misschien zelfs eerder. Groep 5 kan ook al. Ja, dan ben je 8 jaar. Ja, dat zou... Ja, ja. 8, 7, 9 jaar. Ik ben echt je eerste programmeerboek. Ja, ik ben best wel vroeg eigenlijk in contact gekomen met computer, telefoon had ik ook al. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat goed gebruikt. Ja. En mijn vader die heeft mij gewoon geleerd hoe ik het een beetje moest gebruiken. En wat ik er allemaal mee kon. En
ik had ook mensen bijvoorbeeld, ik had ook voorbeelden een beetje van op tv en YouTube gezien van Bill Gates en zo. En ik vond het wel leuk om te kijken van wat is nou programmeren, wat is dat nou? En toen heb ik uiteindelijk, eerst Python gebruikt. Dat is waarschijnlijk niet bekend onder mensen, onder veel mensen. Maar dat is een hele bekende programmeertaal. En toen heb ik dus hele kleine programma's geschreven. Maar ik vond dat eigenlijk niet heel erg leuk. Omdat ik hou er meer van om dingen snel tastbaar te zien. Dus bijvoorbeeld dat ik, als ik iets maak, dat ik gelijk zie, oh ja, dit is de resultaat ervan. Okay. En dit kan je er mee. Mm-hmm. Dit kan je er echt mee maken. Ja. Dus uiteindelijk dus dat was weer tijdens corona. Dus dat was iets later. Want ik ben ook een tijdje een beetje gestopt met programmeren. Toen heeft hij voor mij een elektronica box gehaald. Was echt best wel veel elektronica componenten en zo. Ja. En daarmee heb ik was ik aan het spelen tijdens corona. Juist. Dan is de pandemie, want we waren allemaal thuis. Iedereen had denk ik wat meer vrije tijd. Ja. Dus toen heb ik gewoon soms met mijn vader in de middag of gewoon wanneer hij tijd had, ja, gingen we gewoon samen kijken gewoon een beetje ging hij mij leren van wat kan je er allemaal mee maken. Mm-hmm. En uiteindelijk zag ik zelf dat ik zeg maar met één component, dat was de belangrijkste component. Het wordt nu heel technisch allemaal, hè, ja, jongens? Dus één sensor, één component, ja, die kan afstand meten. Dus dan kan je bijvoorbeeld zien van, dit is, deze man is... Dat ontdekte je gaandeweg of zo? Ja, ja, ja. Okay. Dat was gewoon een sensor dat je leerde tijdens, tijdens project, want het zijn allemaal projecten. Oké. Die je maakt. En... Ja, want ik had gewoon, het was een boekje en dan leer je gewoon elke project leer je een nieuw component. Of zo gaat het eigenlijk een beetje. Ik volg het nog, jij? Ja, ik ook. Ja, je legt het heel je pennen uit, hoor. Ik denk aan dat apparaat met dat rode lichtje. Ja. En je drukt dan, weet je precies hoeveel afstand er zit. Het was eerst een hele simpel apparaat, maar we hebben het elke keer zitten verbeteren. Ja. En uiteindelijk is het nu echt gewoon een professionele apparaat. Ook met behulp van andere mensen. Maar... We hadden dus gezien van met die sensor, de afstandssensor, ultrasonic sensor, dat was het. En met die sensor daar kon je gewoon afstand meten. Juist. Dus hebben we geprogrammeerd dat als iemand er dichtbij komt, dichter dan 1,5 meter afstand, dan gaat hij piepen. Gaat die piepen, ja. Dus hadden we een buzzer, dat is een sensor die geluid maakt, een ledje, dus gaf licht. En later heb ik ook nog dat hij trilt. Dat apparaatje trilt. Ja, ja. Dus dit ontdekte je dus constant. Gaandeweg kwam er steeds iets bij, zeg maar. Kwam er steeds iets bij. Okay. Uiteindelijk werd het steeds beter. En toen heb ik het uiteindelijk aan mijn docent laten zien. Op de basisschool. Dus toen zat ik nog in groep 8. Was nog niet zomervakantie. Was iets voor de zomervakantie. Dus toen heb ik het laten zien. Ja. En die docent die was eigenlijk heel erg onder de indruk, zeg maar. Van, enthousiast. Ja, die was heel erg enthousiast. En ik zelf had het niet verwacht dat het dat hij het zo leuk en zo belangrijk vond dat ik dat apparaatje had gemaakt. Zeker. Dus uiteindelijk heeft de docent gezegd van... Je kan het misschien laten zien aan andere mensen of aan de wereld. Precies. Dus toen heeft mijn moeder een mailtje gestuurd naar het jeugdjournaal. Maar ze heeft niet zomaar een mailtje gestuurd. Ze heeft het mailtje denk ik iets van 20 keer gestuurd. Per ongeluk of... Express. Aanhouder wint, hè? Ja, ja, precies. Ja. Zodat het gelijk duidelijk was bij het jeugdjournaal dat het echt belangrijk was. Want hadden we het mailtje 1 keer gestuurd, maar we zagen dat er niet op gereageerd was. Mm-hmm. En later had ze ook gezegd van, we hadden echt niet verwacht dat een kindje van een kind van 12 jaar dat zou kunnen maken. Precies. Zou kunnen doen, zeg maar. Dus uiteindelijk hebben ze nadat ik zo vaak het bericht heb herhaald heb gestuurd, hebben ze uiteindelijk gereageerd van, we komen morgen bij je langs. En toen hebben ze gelijk opgenomen die volgende dag. En daarna, we waren bij me thuis, hebben gewoon alles gedaan. En ik had hun alles laten zien wat ik tot toen had gemaakt. Ja. En de volgende dag was het, even kijken, of de volgende dag die avond al, was het gelijk op die jeugdjournaal, op het nieuws, op tv. Ja, vet. Dus ik was heel erg enthousiast. Ja. En op het einde van de video had ik gevraagd of mensen mij wilden helpen, verder helpen met het apparaat echt verder ontwikkelen. Ja. Omdat het was eigenlijk nog een beetje speels, want het waren nog allemaal draadjes. Want ik ben je natuurlijk even gaan, in de voorbereiding hier naartoe, zijn we online even gaan kijken. En inderdaad, het was echt zo'n ding. Ja. En er staken allerlei draden uit. Klopt. Pluggen, weet ik het al. Ja. Het was meer eigenlijk een prototype aan het begin. Ja. Daar zijn ook meestal dat soort kits voor gemaakt, zeg maar. Dat je eigenlijk gewoon een beetje kan leren van of kan experimenteren van dit zou je ermee kunnen maken. Of ja. Als je iets wil maken, dat je niet gelijk dure spullen moet kopen om zoiets te maken. Ja. Dus het was eigenlijk meer om een beetje te testen van ja, dit zou je ermee kunnen doen.
En uiteindelijk kwam ik dus met een hele mooie idee daarmee. En hou even het idee vast. Want uiteindelijk ben je natuurlijk met dat idee door Hort opgegaan. Ja. Maar even benieuwd, wellicht jij ook. Ik kan me voorstellen dat je dan in je klas zit en dat je op het nieuws komt. Ja. Hoe reageerde daar jouw klas? Hoe hebben jouw klasgenoot op gereageerd? Ja, ik mocht van de docenten. Ik had ook aan de directrice gestuurd daarna. Want het was denk ik ook voor de weekend. Dus toen hadden we in het weekend gestuurd van... ja, ik was op het jeugdjournaal geweest en zo. Ze vonden het allemaal heel erg leuk. Dus toen mocht ik eigenlijk bij de klas in mijn bovenbouw. Omgeving. Ja, de boven... Ja. Ik weet niet, ja, bovenbouwklas. Van de basisschool. Ja. Mocht ik gewoon allemaal laten zien wat ik had gemaakt. Dus toen ging ik de eerste dag daarna ging ik naar school. En toen apparaatje meegenomen. Toen had ik aan iedereen laten zien van, ja, dit had ik gemaakt. En had ik een kleine presentatie voorbereid. Zodat ik het leuk kon vertellen aan de kinderen van de klas. Wat deed het met je? Dat maakte me heel blij. Ik vond het ook leuk om te laten zien wat ik allemaal had gemaakt toen we thuis waren. Was je toen al bewust met de impact die je eigenlijk hebt gemaakt? Want het is niet niks, hè? Nee, klopt. Ik aan het begin niet gelijk, maar uiteindelijk heb ik me ook een beetje zitten realiseren. En ook door omgeving natuurlijk. Mijn ouders zeiden ook dat ik goed bezig was en zo. En ik denk na een tijdje, toen kwam ik er misschien wel een beetje achter dat het toch wel belangrijk is wat ik heb gedaan. Begrijp je nou waarom ik meteen direct toen hem een LinkedIn-verzoek had? Ik ging hem opzoeken. Die gast is 12. Hij heeft ook nog eens een LinkedIn. Ja. En niet veel daarna, toen ik je volgde, had je ineens een pitch. Ik weet niet of een merknaam mogen noemen. Had je ineens een pitch bij CSU Award voor... En toen dacht ik, ja, wat gebeurt hier? Kan je ons meenemen? Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, klopt. Nou, we hebben eigenlijk zitten kijken van... hoe kan ik wilde mijn apparaatje eigenlijk echt in de markt brengen. Dus toen heb ik dat apparaatje uiteindelijk... als we verder kijken, dus naar het jeugdjournaal... ben ik dus in contact gekomen met een paar mensen. Ja. En één daarvan is Twan Voice. En die man, dat is eigenlijk gewoon een student... En hij wilde mij eigenlijk gewoon verder helpen. Juist. Om dat apparaat. Want die zag daar ook iets in. Ja, hij is een engineer. Dus hij weet gewoon hoe je een printblad kan maken. Dus dat is eigenlijk wat in alle computers zit, in alle telefoons. En daarmee kan je het apparaat dus echt gewoon compact maken, klein en bruikbaar maken. Voor echt dagelijks leven, zeg maar. Ja. Zodat het net een apparaat wordt als in onze omgeving. Dus toen heb ik dat apparaatje uiteindelijk met hem verder ontwikkeld. Dus hij heeft mij gewoon geholpen. We hadden elke week een belafspraak. Ja. Dus een videoafspraak. Mm-hmm. Toen hebben we dat apparaatje echt verder afgemaakt. En toen het klaar was, toen wilden we dat apparaatje uiteindelijk gaan verkopen. Dus we waren natuurlijk heel enthousiast van... dit apparaat, dat kun je nu echt gebruiken in de markt. Dit kan je nu echt iedereen laten gebruiken. Dus toen hebben we zitten kijken van aan wie kan je dat nou het beste, wie kan je het nou het beste laten gebruiken. Yes. Dus toen kwamen we bij CSU, omdat het is een schoonmakerbedrijf. Ja. En wij zagen dat schoonmakers het misschien goed zouden kunnen gebruiken. We zaten ook te kijken naar welke markten die kunnen het apparaatje het best gebruiken. En bij welke markten kunnen we het makkelijkst ook uitproberen. Juist. Zodat we ook weten van, is het nu al geschikt voor... Ja, een soort van piloten, zeg maar. Ja, precies. Dus toen hebben we contact met hun gelegd. En toen kwamen we er ook achter dat ze dus een award hadden voor innovatieve ideeën. Ja, dus toen hebben we ons daar ook voor ingeschreven. En toen mochten we uiteindelijk, kwamen we heel erg ver. En toen hebben we uiteindelijk meegedaan. En ik stond uiteindelijk alleen maar tussen volwassenen. Het waren echt gewoon hele oude volwassenen. Hoe was dat? Hoe was dat dus? Hele oude volwassenen. Oude mensen. Wat is oud trouwens voor jou? Ja, nou voor mij... Straks zijn wij oud voor hem. Nee. Sorry hoor. Maar ik bedoel gewoon ik zeg maar van... Ik vind het wel fijn dat je er bent. Want je haalt wel het gemiddelde hier op tafel. Ja, ik voel me hartstikke jong. Ja joh, echt joh. Ja, precies. Maar voor mij... Om het te vergelijken met mijn leeftijd was... Als ik met hem alleen aan tafel zit, dan gaat mijn gemiddelde omhoog. Kijk, hoor je dat? Maar dus, om even terug te gaan, ik was... Dus ik was... Ja, waar waren we ook weer? Ja. Ja. Je stond allemaal tussen je stond oude mensen. Want je moest je business. Pitch gaan doen, hè? Voor die award, ja, toch? Ja, precies. Dus ik stond dus tussen oude mensen. En
ik was best wel blij, zeg maar. En ik had echt niet verwacht dat mijn apparaat zo ver zou komen. Ja, tussen precies. Die mensen. Ik had natuurlijk heel erg hard mijn best gedaan om gewoon mijn apparaat zo goed mogelijk duidelijk te maken. En uiteindelijk ben ik tweede geworden. En nice. Dus ja, ik was er heel erg blij mee. Mm-hmm. Ja, natuurlijk is het altijd jammer dat je niet eerste wordt. Maar je moet er gewoon, je moet ermee omgaan. En je moet gewoon tegenslagen ook positief zien. Hoe ga je met een tegenslag om? Want hoe jong was je? Hoe jong was je toen? Want ik was misschien 12, 13. 12, 13. Ja, toen mocht je meedoen aan die CSU Award. Ja. En je zegt letterlijk, ik ben tweede geworden. Dus ik proef ook wel iets van die eerste plek. Van, nou, die eerste plek had ik ook wel gewild. Ja. En het eerste tegenslag. Ja, precies. Ik vond het ook echt heel erg jammer. En ik heb er ook echt iets van heel veel dingen van geleerd. En één ding had ik vooral van geleerd. Want ik vond het heel erg jammer dat ik mijn apparaat iets minder goed had duidelijk gemaakt van wat het allemaal kan. Want het kon eigenlijk veel meer dan alleen maar afstand meten. Het is eigenlijk ook een techniek erachter. Het is een mens-afstand detector. Dus je kan mensen op een bepaalde afstand detecteren. En dat kan je op heel veel verschillende manieren gebruiken. Yeah. En dus het was eigenlijk een hele belangrijke uitvinding. Een hele belangrijke idee die je eigenlijk op veel plekken kon gebruiken. Dus ik heb uiteindelijk geleerd dat ik het misschien toch op een andere manier, een betere manier moet uitleggen wat het nou eigenlijk echt kan. Omdat ik denk dat ik dat net wat slechter had gedaan. Stel nou dat ik nu tegen jou zeg van nou, doe dat eens in 30 seconden. Ja, je hebt wel geleerd, hoe zou je het nu hebben aangepakt? Ja, ja. Wat zou je nu hebben gezegd? Ja, dus het is zeg maar, wat ik ook, ik heb dat apparaatje, is nu niet meer alleen het 1,5 meter afstand apparaat. Het is nu ook dus de mens afstand detector. Dus het is een apparaat dat je kan gebruiken om mensen op een bepaalde afstand te detecteren. Wat voor mensen? Dus alle organismes eigenlijk. Omdat je kan ook, het meet ook temperatuur van een mens. Dus het weet ook dat het niet een muur is of zo. Dat hebben we later erin gezet. En dat, dus je kan het toepassen. Een voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld smart TV zou je het kunnen gebruiken. Of bijvoorbeeld dierenwelzijn. Bijvoorbeeld bij smart TV's wat je kan doen is, je kan die apparaat boven de tv zetten. En wat dan gebeurt, dat als iemand buiten de zicht van de tv zit, dus helemaal niet in de buurt van de tv zit, dat de tv er automatisch uitgaat. Dat is natuurlijk goed voor energie. Energie. Ja, het bespaart energie. Of bijvoorbeeld voor dieren. Het is heel veel toepassingen. We hebben echt een hele lijst. Dit zijn eigenlijk kleine toepassingen. Eigenlijk kon ik ook andere toepassingen noemen. Maar eentje voor dieren bijvoorbeeld. Dieren in de auto's. Er zijn heel veel ongelukken, of ook met kinderen in de auto's. De kinderen die blijven in de auto, terwijl ouders of... Even snel een boodschapje doen of wat dan ook. En dan kinderen of die honden die stikken. Die stikken. Dus wat je kan doen is bijvoorbeeld meten van... Ja, geeft hij gewoon een melding op telefoon of zo. Dus we zijn nu ook bezig met het IoT maken. En dat leg ik strakjes uit wat dat is. Maar Internet of Things. Ja, Internet of Things. Ja, ik let wel op. Ik let wel op. Maar dan krijg je dus via telefoon een melding van... er zit nog iemand in de auto. Is het veilig genoeg? Of zeg maar... Superman. Ja, precies. Of wat meet hij dan de zuurstof? Of, nee, hij kan meten dat de auto dicht is. Dus de ramen zijn dicht, alles is dicht. En dat er nog iemand in de auto zit. Ja. Dus dat er een organisme in de auto zit. En dat wil je natuurlijk niet. Want dan moet je tenminste nog ramen open of zo... Dat er iemand niet stikt in de auto of zo. Altijd moet er altijd natuurlijk zuurstof in de ruimte bewegen, zeg maar. Voor goede. Want ik hoor je zeggen, wij zijn er nu mee bezig. Hè? Dus als, nou, je bent nu aan het onderzoeken wat het nog meer kan en doen. Maar nog even naar het moment dat je op een gegeven moment de markt opging. Hè? Je wilde het apparaat gaan vermarkten. Dat betekent ook dat je natuurlijk een bedrijf moest beginnen, toch? Ja, klopt. Want was dat voor jou het moment dat je eigen bedrijf bent begonnen? Ja, zeker. Ik was uiteindelijk ook met Twan, degene die mij had geholpen. Ja. Hebben we samen met hem en mijn vader en nog een andere persoon, Robin, hebben we het bedrijf eigenlijk opgericht. We hebben samen gekeken van wat is een mooie naam, mooie logo. Vertel. Eerst bij KVK. We hebben het uiteindelijk Il Salutum genoemd. En Salutum. En waarom? Omdat natuurlijk hadden we gewoon gekozen voor mijn eigen naam als begin. Maar Salutum, dat zagen we eigenlijk meer van gezondheid en respect. Eigenlijk betekent Salutum gezondheid en respect. Dus we willen mensen... Volgens mij is het een Grieks woord, hoor. Ja, het Grieks, Grieks-Latijns woord. En wat we er eigenlijk mee wilden zeggen, van mensen gezond houden op een respectvolle manier. Omdat het apparaat, het 1,5 meter afstand apparaat, en eigenlijk wilden we ook andere apparaten, en daar zijn we nu ook mee bezig. Ja. Wilden we ervoor zorgen dat ze mensen gezond hielden. En dat het respectvol was. Dus dat iedereen zich veilig voelde. Want wat we zagen, is dat heel veel apparaten... En waarschijnlijk merk je het ook met je telefoon.
die schendt heel veel privacy. En we willen het, zeg maar, dat iedereen comfortabel voelt met het apparaat en weet dat het gewoon alleen maar is bedoeld om jou te helpen. En ja. Want technologie, dat wordt nu steeds gevaarlijker. We hebben ook nu artificiële intelligentie. We hebben steeds meer technologieën. En we weten er niet allemaal goed mee om te gaan. Dus wat wij graag wilden, is dat bedrijven... En we wilden eigenlijk dus een voorbeeld geven aan andere bedrijven. Dat je eigenlijk moet kijken ook van... hoe gaat het de mensen helpen? En is het ook goed voor de mensheid, zeg maar? Gaat het de mensheid... niet schade, zeg maar, in de Juist. Toekomst. En daar hou jij je nu mee bezig? Ja. Oké. Nog even terug. Het is technologie. Het is een uitvinding. Geweldig. Ik hoor je zeggen gezondheid. Ik hoor je zeggen respect. Maar wat zit daarachter? Wat drijft jou? Want als we even... Kijk, dat je goed in wiskunde bent. Dat je gewoon een neusje voor technologie hebt. Je bent gewoon een smart guy. Ja. Toch? Ja, daar schaar ik je onder. Maar waar komt die drive vandaan om de technologie zodanig in te zetten dat je van betekenis kunt zijn voor de mensheid? Klopt. Nou, ik denk dat ik het sowieso... Voordat ik het apparaatje had bedacht, was ik altijd al... Waar is dat ontstaan? Ja, merkte jij jezelf van jou? Ik denk aan je had net een boekje in je handen. Je zat boven de ijsberg, onder de ijsberg. Ja. We gaan nu nog onder die ijsberg Precies. zitten. Ja, dat was een mooie kopie. Grappig, hè? Want hij kwam bij, ja, wij nemen natuurlijk op nu bij mij op kantoor, zeg maar, waar wij ook coachen en trainen. En daar liggen een aantal van die, noem het even... Boeken. Ja. Je werd al vrij snel getriggerd door een boek, hè? Ja. En welke boek was dat? Het breinboek, volgens mij. Het ging over het brein. Eentje ging over het brein, maar ik vond die bovenste... Onbewuste. Ja, die heeft mij... Het slimste onbewuste is dat. Mijn vader, wat hij heel vaak stuurt, hij stuurt me van die afbeeldingen... die gelijk een hele mooie... innerlijke, zichtbaar, onzichtbaar. Ja, innerlijke verhaal hebben, zeg maar. En die heb ik ook gezien op het internet. Ik hoor je zeggen, mijn vader stuurt mij nog wel eens dingen. We gaan het over je vader straks nog even hebben, hè? Ja. Die parkeren we even. Dus ik vond het heel erg leuk en ik herken deze. Want ik had zo gezien dat boven heb een kleine berg en daaronder heb je eigenlijk de stam eigenlijk van die berg. Mooi. En die is eigenlijk veel belangrijker dan dat erboven. Dus want wat je meestal ziet, dat is de berg boven het zeewater. Maar daaronder, dat is een hele, hele grote stam eigenlijk. En mooi, dat houdt de berg gewoon, vast. En als we dan doorgaan op het onzichtbare. Ja. Want kijk, wat jij doet... in het uitvinden en zo. Dat is voor ons allemaal zichtbaar. Klopt. Ja. Toch? Ja. Hey, er komt een apparaatje. Maar neem ons mee even in wat we niet zien. Wat drijft jou? Wat zijn jouw waardes? Ja, klopt. Nou, eigenlijk om te beginnen. Ik was altijd sinds jong altijd al geïnteresseerd in wiskunde, rekenen. Mm-hmm. Ik was er altijd al heel erg goed in, denk ik. En ik vond het ook altijd leuk om te kijken van... hoe kan ik nou eigenlijk iets nieuws bedenken, iets beters, iets verbeteren? Dus toen... eigenlijk was ik al vanaf jong aan het denken van... hoe kan ik dit nou verbeteren? Hoe kan ik nou iets moois maken? En het moest meestal tastbaar, dus ik eigenlijk... best wel creatief bezig. Knutselen. Dingen tekenen van... dit zou iets kunnen worden. En uiteindelijk toen ik wat ouder... dat heeft zich uiteindelijk een beetje... dat was een beetje aan het groeien. En ik wilde eigenlijk graag gewoon... iets verbeteren in de maatschappij en in de wereld. Door middel van creativiteit. Dus zeg maar... je hebt allemaal dingen in je omgeving. En hoe kan je nou iets in je omgeving nou eigenlijk verbeteren? Dus toen zag ik... toen corona kwam, zag ik van... ja, dit is nou echt iets tastbaars wat je kan veranderen. Je kan echt een apparaat maken... die impact zou maken. Die nou echt de mensen gaat helpen met 1,5 meter afstand houden. Juist. Ja. Dus, mooi. Dus ja, zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Mm. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, mijn grootste inspiratiebron. Ik heb niet eigenlijk één inspiratiebron, maar ik werd eigenlijk gemotiveerd door heel veel verschillende mensen. Ik keek bijvoorbeeld vroeger altijd naar de eigenaar van Microsoft, dus Bill Gates en ook Elon Musk vond ik heel erg interessant. Omdat ik zag zeg maar, dat ze hele, hele belangrijke en hele mooie dingen konden doen met technologie. Omdat zij zitten nu in Amerika in een van de grootste bedrijven. En ze hebben zoveel macht. Ze kunnen zoveel goede dingen doen met die macht die ze hebben. Ja. En technologie wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Dus ik vond hun wel echt een hele mooie voorbeeld. Met wat je allemaal kan doen met technologie.
Dus zodanig ben ik dus ook eigenlijk gaan kijken van... ja, wat kan ik nou doen met die technologie, met programmeren, met robotica, met van alles. Ja. En als je kijkt... Nee, ik wil iets over de toekomst gaan vragen. Maar we gaan straks naar de toekomst. Ja, je kan even een zaadje planten. Voor zo, hè. Dat als je met datgene wat je nu aan het doen bent... Heb je nu al voor ogen waar je naartoe wil met wat je nu aan het ontwikkelen bent? Ja, zeker. Niet precies, maar ik zou graag gewoon verder willen gaan met wat ik eigenlijk nu aan het doen ben. Dus ik zou graag op... misschien kennen jullie het woord sociale ondernemen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk ongeveer wat ik wil doen. Ik wil graag iets bedenken of iets doen dat echt de mensheid verder helpt, zeg maar. Dus ik vind natuurlijk ook technologie nog steeds belangrijk. Dus ik wil dat eigenlijk gebruiken om door middel van technologie de mensheid verder te brengen. Dus hoe dat precies zit, dat kan heel breed. Maar daar wil ik dus eigenlijk nog mijn weg in gaan vinden. Ja, dus door middel van uitvogelen. Ja. Doen. Precies. Ja. Een mooie reis tot nu toe. Ja, en een behoorlijke reis. Dus mijn radio is daar echt niks vergeleken bij. Nee. Nou ja, en mijn, wat is het? Mijn automatische lampje met draadjes en batterijen. Dat is, volgens mij, iedereen zegt daar wel een beetje. Ik weet bij wie ik in de les moet in herkennen. Ja. Hey, ik heb je natuurlijk, research gedaan naar jou. Gewoon eens te kijken van, goh, wat heb je allemaal gedaan? En nog maar zo jong, hè? Want je bent echt wel een inspiratiebron. Dankjewel. En ik ben natuurlijk ook wel benieuwd naar wie dan... Wie staat achter jou? Of wie zijn dat? Wie is jouw coach? Wie inspireert je? Wie zijn dat? Ja, klopt. Dat is heel erg belangrijk, denk ik. Omdat ik denk ook als kind is het zeker belangrijk dat je ook iemand achter jou hebt die je gewoon ondersteunt en die je ook stuurt van dit gaat jou verder helpen. En het is natuurlijk ook belangrijk dat de kinderen natuurlijk gewoon gaan luisteren. Kijk hem zitten. Ja. Prachtig. Of ja, gewoon luisteren en ook serieus nemen dat iemand hun ook gewoon echt wil helpen. Want ik denk dat het sowieso belangrijk is om gewoon... Te kijken van wat je ouders zeggen. Mm-hmm. En dat ook gewoon goed gebruiken, zeg maar. Want ik denk dat mijn ouders mij ook heel erg goed hebben geholpen. Ook als stimulans. Maar ze hebben me ook gemotiveerd, geactiveerd om ook gewoon echt verder te gaan. Met, als ik iets goed doe, dan zeggen ze ook van... wat mijn vader en mijn moeder ook doen. Ze proberen me ook te ondersteunen. Dus bijvoorbeeld als ik geïnteresseerd ben in iets, dan komen mijn vader soms gewoon bijvoorbeeld, wat bij dit geval was bijvoorbeeld, gaf me elektronica componenten. Ja. Dus dat soort dingen. Dus hij zag dat ik bezig was met iets goeds. En hij wilde mij stimuleren om nog verder te gaan met dat. En om dat groter te maken. Dus dat vond ik wel heel erg belangrijk. En ik denk dat elke kind dat nodig heeft. En sommige kinderen die kunnen dat misschien niet vinden bij hun ouders. Maar daarom is het belangrijk dat eigenlijk het hele onderwijs zich daarin gaat verbeteren. Ja, want wat is dat? In wat voor zin, hè? Ja, ja, dus dat we eigenlijk ervoor zorgen dat kinderen, als zij iets willen creëren, iets willen doen, dat zij worden ondersteund. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu ook bezig met het project Sociale Innovatielab. En dat is een beetje specifiek, maar wij willen een plek maken. Wij willen dat eerst gaan doen in waar ik vandaan kom, Amstelveen. We willen een plek maken waar kinderen eigenlijk van alles kunnen echt in werkelijkheid kunnen brengen. Dus als je bijvoorbeeld een idee hebt, dan heb je daar het materiaal, je hebt daar de omgeving, ja, om echt om dat verder te ontwikkelen en om daar echt iets van te maken. Dus dan kan je echt een prototype maken en misschien kan het ook echt iets worden wat je echt verder kan brengen. Misschien een hele mooie toekomst voor jou. Maar wat zijn dat die zijn dat die workshops die je ook op basisscholen geeft waar je nu over hebt? Ja, nou dat is de workshops die geef ik nu al. Ja. Maar we zijn nu ook bezig en we zijn er bijna om een sociale innovatielab op te richten. Dus wat dat is eigenlijk gewoon een plek. Een sociale lab. Dus wij willen het ook toegankelijk maken voor iedereen. Dus voor jongeren, voor mensen die arm zijn.
Dus het is vooral voor jongeren. Mm-hmm. En ook mensen die arm zijn. Nice. Iedereen kan er naartoe. En je kan daar eigenlijk van alles doen. Het is cultureel. Je kan er programmeren. Je kan daar, we hebben allemaal 3D-printers, lasersnijders, van alles. En dan kan je dus werken aan jouw ideeën. Dus als je bijvoorbeeld iets wil maken, je hebt iets gevonden van wat je graag echt wil. Ja, echt wil verder mee wil gaan werken. Dan kan je dat daar dus echt mee aan de slag gaan. Omdat ik denk dat niet iedereen thuis een lasersnijder heeft. Of, neem me daar eens mee. Want je nee, toch? Ja. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Ja, wel een wat is het allemaal? Een aardappelschil snijden? Ik denk, dat in ieder geval niet. Oké, neem me daar weer mee. Zeg je daarmee, of vul me aan... Of zeg het anders, zeg het ermee van, joh, je begon net over je vader, die heeft geïnvesteerd in jou, die heeft instrumenten voor je gekocht, zodat jij verder kon ontwikkelen. Ja. Zeg ermee dat je die roeping ook een soort van een beetje hebt, dat jij zorgt ervoor, net als wat je vader bij jou deed, dat jij bij andere jongeren doet. Ja, zeg klopt. Ik dat goed? Ja, dat is helemaal waar. Ik heb ook heel erg veel geleerd van ook de mensen waarmee ik in contact ben gekomen na het Jeugdjournaal. Ik ben heel erg blij dat ik Twan heb ontmoet. Twan voor is degene die mij heeft geholpen. Shout-out naar Twan. Ja, zeker. En ook mijn vader en mijn ouders natuurlijk. Want wat ook een shout-out naar je ouders. Klopt. Want ze hebben ervoor gezorgd, zeg maar, dat ze hebben mij eigenlijk een voorbeeld gegeven van... Wij geven jou iets, maar we willen er niks voor terug. Dus dat had me ook helemaal laten denken van, dat moet ik eigenlijk zelf ook doen. Ik moet ook eigenlijk mensen gaan helpen zonder daar eigenlijk iets voor terug te willen. Dat moet je natuurlijk ook, denk ik, een beetje in je hebben. Maar je kan het ook een beetje creëren. En ik heb heel erg veel geleerd van de mensen om me heen. Door te zien van, die mensen hebben in mij geïnvesteerd. Die willen mij graag helpen. Maar ze vragen er eigenlijk niks voor terug. Dus het is gewoon helemaal maatschappelijk. Dus ik zat eigenlijk ook te denken van, hoe kan ik dat nou zelf doen? Dus toen, zo is eigenlijk ook een beetje de stichting ontstaan. Van, ik zag van, ik denk niet dat ik makkelijk een volwassen kan helpen. Om iets terug te doen zonder iets voor terug te vragen. Maar ik denk dat ik wel jongeren die weer jonger zijn dan mij, die kan ik daarmee wel ook weer inspireren. En ook motiveren om natuurlijk ook hun dromen eigenlijk waar te maken. Mooi hoor. Zo van mij, de jongste filantroop. Ja, want ik wilde net aan je vragen van, goh, wat is nou het belangrijkste doel van jouw stichting? En volgens mij heb je die hier beantwoord. Is dat het? Of zijn er nog meer dingen die je hoopt te bereiken, waar je echt impact mee wil maken? En wat is dat dan? Ja, zeker. Eentje daarvan is ook eigenlijk een beetje armoede bestrijden. Omdat misschien... armoede? Ja, ja. Omdat ik een gelijke kansen. Omdat ik kom uit Marokko, dus ik ga elke jaar naar Marokko. En elke keer wanneer ik naar Marokko zie, dan zie ik het verschil tussen armoede, want we wonen in een dorp in Marokko. Dan zie ik het verschil tussen kinderen in Nederland en kinderen in Marokko. Maar ik zie dat ook terug in kinderen in Nederland. Mm-hmm. Dat zij niet echt de kans hebben om echt hun dromen waar te maken. En daardoor wil ik eigenlijk ervoor zorgen dat die kinderen dat toch kunnen doen. En daardoor kwam ik dus op het idee om dat te doen door deze sociale innovatielab. Omdat ik heb gekeken en heb gezien dat dit een van de beste oplossingen is om dat te doen. En het is, ik heb het iets veranderd, maar het staat vergelijkbare dingen, vergelijkbare ideeën. Die zijn ook uit onderzoeken gebleken, bijvoorbeeld van UNICEF. Er staat ook in een artikel van UNICEF dat een innovatielab, dus dat is ongeveer hetzelfde als die van mij. Ja. Alleen, ja, er zijn toch wat grote verschillen, maar ik heb het dus eigenlijk vanuit mijn ervaringen heb ik dat dus opgebouwd, de sociale innovatielab. Staat erin dat het heel erg belangrijk is dat er zulke plekken zijn, zoals het idee wat ik heb, de sociale innovatie, maar ook inspiratielab, dat heel erg belangrijk is voor kinderen en dat het ook echt serieus helpt met het ontwikkelen van vaardigheden, zeg maar. Maar zeg je daarmee ook dat je bijvoorbeeld jongeren, zowel jongeren hier, wil helpen met gelijke kansen en talenten inzetten, als jongeren bij jullie uit het dorp in Marokko? Ja, en dat is uiteindelijk... En dat is de Sahara, hè? Toch? Nou, we wonen ongeveer een beetje bij de Atlasgebergte in Marokko. Ja. Ja. Maar het is denk ik belangrijk dat je eigenlijk begint in jouw omgeving. Mm-hmm. En, maar als je het nou praktisch maakt... Ja, dus daar... Wat zou dan datgene zijn
waar jij ze hem dan mee wil helpen. Mm-hmm. Wat is dat dan? Ja, in praktijk wil ik dus eigenlijk... Dus wat ik eigenlijk dus wil is dus beginnen met kinderen in mijn omgeving. Juist. Dus de kinderen in mijn buurt. En er zijn genoeg kinderen die het nodig hebben. Mm-hmm. Wil ik dus de innovatielab oprichten. Dus gewoon in Amstelveen. Zo wil ik eigenlijk beginnen. Ja. En dan wil ik dus die kinderen bepaalde vaardigheden aanleren. Dus dat kan door middel door workshops geven op die locatie. Maar ik kan ze ook door bijvoorbeeld alleen maar een beetje te sturen. En hun het materiaal geven. En dan zelf... Dat zij daarin zelfredzaam worden. Ja, dat zij zelf mee bezig gaan. En mooi. Dat ze daarmee dus eigenlijk kunnen kijken van... Ja, wat kan ik hier nou mee? En misschien zien ze daar kansen in. En kunnen ze dat uiteindelijk groot maken. En dan kunnen ze misschien zoiets maken als mijn apparaat. Mooi hoor. Dus mooi. Ook een beetje als voorbeeld zou ik graag willen zijn voor jongeren. Mooi hoor. Hoe gaat het tot nu toe? Goed. Hoe vond je het tot nu toe gaan? Goed. Ja? Zeker. Heb je het gevoel dat we al 40 minuten onderweg zijn? Nee, helemaal niet. Nee? Nou, dat is het. Zo. Dat is het. Daar is een timer, hè? Dus af en toe moet je niet te kijken, hoor. Dat is voor ons. Ja. Dan hebben we de moeilijke vragen nog deze gesteld, hè? Die komen nu, hè? Nee, die komen nee. Die komen er nog. Nee, we gaan nu niet zenuwachtig maken. Wat bij mij nu wel opkomt, is natuurlijk ook in het verlengde van wat je tot nu toe allemaal hebt gezegd. Kijk, in zo'n in een dag, daar zit maar 24 uur. Ja. Ja, toch? En ik hoor je zeggen, ik zit op de 4VWO, ik heb een stichting. Ik voetbal. Ja. Zeker. Want ergens heb ik nog een beetje een stoute droom om profvoetballer te worden. Hoe combineer je dit? Ja, dat klopt. Dat is ook soms best wel lastig. Maar ik heb gelukkig ook heel veel ondersteuning, wat ik ook al eerder heb gezegd, van mijn ouders. Mijn vader en mijn moeder die zijn ook een beetje eigenlijk in de achtergrond heel druk bezig om ook... Bijvoorbeeld het netwerken en zo, daar helpen ze me ook heel erg veel mee. En het afspraken inplannen. We hebben ook een beetje eigenlijk... Je hebt gewoon een PA. Ja, ik zou het zo kunnen indelen. Mijn moeder die zorgt een beetje eigenlijk voor de e-mail. Voor de e-mail, dus een beetje afspraken plannen en zo. Ja. En ook soms e-mail sturen. En mijn vader doet meer het sociale media. Die helpt me ook met posts maken en zo. Dus zo krijg ik ook ondersteuning. Dus dat helpt me ook heel veel. Dus ik heb zeker heel erg veel ondersteuning van mijn ouders. En ik ben hun ook super dankbaar daarvoor. En jij doet de boodschappen. Je veegt ook af en toe thuis. Je doet de stofzuiger. Zeker. Doe je dat niet? Ja, wel. Ik probeer het. De kamer op bij je. Ik kan altijd beter. Okay. Hey, en Wa'il, je hebt nu de stichting 3 jaar. Zo ongeveer. Ongeveer, ja. Ja. Ongeveer wel. Wat zijn voor jou de belangrijkste lessen geweest in de afgelopen 3 jaar? Bij het oprichten van deze stichting? Ja, nou, lessen is het niet. Ik heb wel heel erg veel geleerd van het oprichten van een stichting. Vooral in het oprichten van, in het ontwikkelen van die workshops. Ik heb heel erg veel, ik was eigenlijk begonnen via gastcolleges geven. Maar ik zag dus dat heel veel mensen geïnteresseerd waren en het graag wilden dat ik eigenlijk kinderen... Die robotica, elektronica, vaardigheden aan hun ging leren. Dus toen wat ik eigenlijk heb gedaan, ik ging gewoon workshops geven aan het begin. En vooral een beetje meer van mijn verhaal vertellen. Dus inspirerend. Maar ik heb het uiteindelijk, ik heb ook echt workshops ontwikkeld. Door middel van die ervaring die heb ik opgedaan door workshops te geven. Maar ik denk ook dat het belangrijk is door gewoon te doen, zeg maar. Omdat bij het begin ging het natuurlijk helemaal niet zo soepel als dat het waarschijnlijk nu gaat. Maar ik door middel van gewoon te proberen en te verbeteren. Nice. Elke workshop werd steeds beter. En onze workshops die zijn nu heel, heel anders. En niet te vergelijken met het begin. Want ik geef nu ook ik heb de workshops ook wat verbreed. En ik kan ook ongeveer nu gaan vertellen waar ik op welk gebied ik nou workshop geef. Ja. Want het is eigenlijk technologische vaardigheden. Ja. Maar ik geef het op het gebied van cultuur, ja, en van muziek. En ik heb een paar workshops die ben ik nu aan het geven. En eentje daarvan, die geef ik bijvoorbeeld bij museums. Ik heb eentje ontwikkeld, dat heet de Picasso Robot workshop. Okay, okay. Dat heb ik gegeven bij het Cobra Museum in Amstelveen. Mm-hmm. En ik zag daarna gelijk ook dat heel veel andere museums er heel veel interesse in hadden. Wat ik eigenlijk had gedaan, is ik heb kunst gebruikt om technologie bekend te maken bij jongeren. Omdat ik heel erg veel zie, is dat kinderen weten niet hoe je technologie op een goede manier kan gebruiken. Tenminste, dat denk ik. Daarom heb ik gekeken van, hoe kan je nou
kinderen goed duidelijk maken. Vooral als je iemand tegen iemand gaat zeggen, ja, we gaan vandaag programmeren en je gaat dit, dit en dit doen. Dan ik denk niet dat iedereen het leuk gaat vinden. Dat is net zoals of je naar school gaat en je krijgt gewoon maar wat sommetjes te stammen. Stampen. Absoluut. Dus ik heb gekeken van hoe kan je nou de interesse wekken bij de kinderen zelf. Dus vanuit een soort van gamification inzetten om... Dus kinderen die bijvoorbeeld kunst leuk vinden, die komen dan naar die workshop en die leren dan tegelijkertijd ook heel veel over technologie. Over ja, robotica bijvoorbeeld of waar ik op dat moment mee bezig ben. Dus de workshop heet Picasso Robot. En het gaat eigenlijk om de Picasso-stijl. En de Picasso-stijl heeft in de Picasso-stijl, want je hebt de Cobra-beweging. En een van de kunstenaren in de Cobra-beweging is Picasso. En hij heeft een bepaalde stijl en dat is een één lijn tekening of één lijn stijl. Mm-hmm. Dus dan begin je op papiertje één plek en dan maak je een tekening zonder die pen of de potlood van het papiertje af te halen. Oh, ja. Dus wij vonden dat heel geschikt voor... Is ook nog goed voor de... Ja, zeker. Dus wij vonden dat heel geschikt voor een robot, omdat een robot is makkelijker als hij natuurlijk gewoon één beweging kan maken. Ja. Dus wat wij uiteindelijk hebben gedaan, we hebben nieuwe technologie gebruikt. Dus misschien kennen jullie OpenEye, ChatGPT. Ja, zeker. En daar heb je ook een teken of een die kan ook afbeeldingen genereren. Ja. En dat heet DALL-E 2. Ja. Dus wat wij hebben gebruikt, eigenlijk om het stapgewijs uit te leggen. Ze hadden eerst een rondleiding gekregen door het museum. Ja. En vooral waar we mee bezig waren. Dus tekens, de teken. Mm-hmm. Een lijn tekening stijl. Mm-hmm. Dus dan gingen ze dus weten wat we eigenlijk gaan doen. En dan leg ik hun dus uit van hoe kan je nou met die robot zoiets maken. En dan gingen ze uiteindelijk aan de slag. En dan hadden ze uiteindelijk een nieuwe Picasso tekening. Gemaakt door middel van een robot. En uiteindelijk mochten ze het ook afmaken. Gewoon door het in te kleuren af te maken. Dus dan hadden we het niet helemaal afgemaakt, maar dan konden ze het dus afmaken door middel van hun eigen fascinerende, zeg maar, met eigen creativiteit. Zeg juist. Maar. Er zijn heel veel musea, ook in Amsterdam, Amsterdam kennelijk ook, die moeite hebben om jongeren... Klopt. Naar het museum toe te halen. Is dit een oplossing om veel meer jongeren in museums te krijgen? Ja, ik hoop het wel. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je ook gaat kijken naar van wat is de toekomst en hoe kan je kinderen daarbij betrekken, zeg maar. Omdat kunst, ik denk niet dat hetzelfde blijft over... Hou jij van kunst? Zeker. Ja. Niet heel veel, maar ik heb bepaalde punten die ik wel leuk vind. Je hoort me waarschijnlijk nu ook over NFT en zo. Dus kunst, dat verandert nu ook door de jaren heen. En ik denk dat het ook belangrijk is voor het museum om te kijken naar hoe kunnen we die kinderen nou nog steeds betrekken. Want ik denk dat er heel veel interesse is bijvoorbeeld in NFT's door jongeren. Tenminste, van mijn leeftijd ken ik heel veel kinderen die weten al wat dat is. Terwijl ze weten niet... Even voor de leken onder ons. Ja. NFT? Ja, dat is eigenlijk digitale kunst. En dat kan je kopen en het is eigenlijk een soort van handel. Het is net zoals je aandelen koopt of zo. Goed. Leken onder ons, is dat ouderen of jongeren? Want kennelijk de jongeren weten wel... Daarom veel jongeren over NFT? Ja, omdat... Of is het echt iets bij ons wat... Als je een beetje met computers omgaat, dan kan je daar ook mee te maken krijgen met NFT's. Vooral als je bijvoorbeeld een business wil starten of zo. Als je video's kijkt, dan krijg je daar een beetje van te zien. Ja. En NFT's, ik ken heel veel kinderen die daar geïnteresseerd in zijn. Omdat ze zien dat je daar een toekomst mee kan creëren. Hey Waele, ik hoor je echt een aantal mooie initiatieven noemen die je aan het doen bent. Je wilt jongeren inspireren, je wil het verschil maken. Welke maatschappelijke problemen of kwesties zie jij als de meest urgente voor jouw generatie? En hoe hoop jij daarbij te dragen vanuit jouw stichting? Klopt. Nou, het zijn er eigenlijk twee dingen. De eerste is denk ik gelijke kansen. Want ik zie op dit moment dat er bijvoorbeeld met mijn ervaringen ook op school...
En op, ja, in mijn omgeving zie ik dat, dat er een groot verschil is tussen kinderen met ouders die hun stimuleren en kinderen die eigenlijk niet gestimuleerd worden door hun ouders. En die het eigenlijk allemaal zelf moeten doen. En niet alleen hun ouders, maar eigenlijk hun hele omgeving. Ja. De school, ja, mensen met wie ze in contact komen. Dus ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat kinderen dus de gelijke kansen, dus dat iedereen iemand, een mentor, een persoon achter hem heeft die hem stimuleert om goede dingen te doen. En de tweede, dat is meer van zeg maar, iedereen eigenlijk. Nee, wacht even. De eerste, en ik had nog een andere punt, maar daar ben ik even kwijt. Toegang krijgen, dat de jongeren toegang krijgen tot? Nee. Ja, de eerste was kansgelijkheid. Ja. Die omschreef je mooi. Je zei je twee punten. Ja, en het tweede punt, die ben ik even kwijt. Maar het was. Dat maakt niet uit. Wellicht komen we daar. Daar komen we later wel op terug. Ja, precies. Komt wel goed. Zo simpel is het. Ja. Hey, ook wel een beetje richting de tijd, hè, natuurlijk. Ja. Nog even stilstaan bij de toekomst. Wat zijn verder de toekomstplannen met Where You Salutem Foundation? Wat zijn de toekomst? Wat kunnen we van jou verwachten de aankomende tijd? Zijn er dingen in ontwikkeling waar je al iets over mag zeggen? Ja, zeker. Nou, of niet? We zijn nu heel vooral bezig en dat willen we heel graag realiseren. Dat heb ik ook al eerder gezegd, de innovatielab, de sociale innovatielab. Ja. Die willen we heel graag oprichten, omdat we zien ook een maatschappelijk belang daarin. En we hopen ook gewoon ondersteuning te krijgen van grote bedrijven, grote organisaties. Zoals? Ja, je kan. Misschien is dat meteen een oproep. Ik wou net zeggen. Ja. Ik denk ook gewoon belangrijk dat we ook via de overheid gewoon ondersteuning krijgen. Ja? En wat heb je ondersteuning in de vorm van geld? Nee, niet per se geld. Alles is welkom. We zouden ook bijvoorbeeld een locatie kunnen krijgen. Of gewoon materiaal. Mm-hmm. We hebben eigenlijk een hele plan daarvoor. Dus van alles is welkom. Hey, waar kunnen dat? Want heb je dat ergens op een? Heb je ook een website waar de kijkers en eventueel de luisteraars naartoe kunnen? Ja, zeker. En hoe luidt die? Nou, we hebben een website, Waïl Salutem Foundation. Dus dan heb je Waïl Salutem. Ja. En dan heb je een streepje, zo'n streepje in het midden. En dan heb je Foundation. Ik zal zorgen dat het in de omschrijving komt van zowel Spotify als van YouTube. Dankjewel. Weet je dat? Ja. Check. En ik had ook een website voor mijn bedrijf, maar die ligt er nu even uit. Maar die wordt binnenkort gefixt. Okay. En dat is gewoon waïlsalutem.nl. Nice. En daar kan je ook heel veel dingen vinden. Dus eigenlijk een oproep die je hier doet. Ja. Dus voor degene die straks naar ons kijkt en luistert en die mandaat heeft. Dit is Waïl. En volgens mij moet die persoon een kop koffie met jou drinken. Dankjewel. Ja. Dat is het idee, toch? Inshallah. Mooi. Mooi, en mooi, hij heeft mooi. Een management, dus dat alles is gedekt. Toch? Daar hoeven we zeker ons niet druk over te maken. Ouders. Ja. Ja, die, als we dan toch even stilstaan bij ouders. Hè? Ik krijg wel een beetje de indruk, dat is toch wel jouw steun en toeverlaat, toch? Of niet? Ja, zeker. Wat betekent je vader voor jou? Heel veel. En ik kan het bijna niet omschrijven hoe dankbaar en hoe belangrijk ze voor me zijn. En Ik ben super blij dat ze me elke dag helpen, want ik zou het denk ik niet kunnen zonder hun. Ja. Eigenlijk weet ik het bijna zeker dat het is echt heel erg belangrijk. Misschien heb je het niet direct door, maar op het moment dat je het ervaren is, weet je gewoon dat het heel erg belangrijk is dat je mensen achter je hebt die je echt gewoon helpen. Omdat je kan natuurlijk niet alles in je eentje. En die vooral, steunen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Hey, en heb je ook nog, want je deelde met ons zojuist een platform, dus in de vorm van een website of wat dan ook. Heb je nog andere uitvindingen die je gedaan hebt, die we kunnen bewonderen? Wat ik dus eigenlijk al... Naast de 1,5 meter natuurlijk? Ja, zeker. Wat ik dus nu, wat ik al eerder heb gezegd, dat apparaat... Je hebt toevallig niet iets meegenomen of zo? Jawel, ik heb dat apparaatje... Ja, daar wilde ik net over vertellen. Nou ja, ik denk kijk, voor de, goed even aan te geven, want we hebben natuurlijk luisteraars en hebben kijkers. Kijk, degene die nu naar Spotify naar ons luistert... Die ziet niets. Nou ja, die zou ik graag willen verzoeken om naar YouTube te gaan. Ja. Want daar zijn wij ook gewoon te zien. En als je naar YouTube gaat, abonneren en laat een reactie achter. Ook voor ons leuk natuurlijk. Maar je zegt, ik heb iets meegenomen.
Ja, zeker. Dat kan ik zo meteen laten zien. Misschien een idee dat wij van papa vragen of die dat wil doen. Dan kunnen wij gewoon even met ons gesprek verder. Ja. En dan wordt het vanzelf wel... Maar vertel, wat heb je meegenomen? Dan is papa misschien meteen in beeld. Dan weten al die kijkers en luisteraars wie is die... graag wilde zeggen is over dat apparaatje. Ja. Want dat apparaat, want dat is nu niet meer alleen één apparaat. Maar we hebben dus meerdere ideeën wat je er allemaal mee kan maken. Wat je er allemaal mee kan doen. Hoe je het kan toepassen. Alleen, die ideeën die zijn natuurlijk nog niet uitgewerkt. Het idee dat is uitgewerkt, dat is het 1,5 meter afstandsapparaat. Ja, dat is gewoon duidelijk. Maar op het moment dat iemand contact met ons legt, dan kunnen wij hem vertellen wat onze andere ideeën zijn. En dat zijn op papier uitgewerkte ideeën. Ja. Alleen, het apparaatje is nog niet in praktijk al zichtbaar, zeg maar. Het is niet al gemaakt. Patent op? Sorry, Wyatt. God, maar net heb je daar patent op? Op welk idee? Op die 1,5 meter. Op het 1,5 meter afstandapparaat hebben we al patent. Alleen op het apparaatje, op de andere apparaten, daar hebben we nog geen patent op. Wat zien we hier allemaal? Wat komt er op tafel? Neem ons even mee. Voor de mensen die naar ons kijken en die zien nu ineens nu dat er van alles... waarschijnlijk de mensen die naar ons luisteren, die horen nu ook allemaal van geluiden en zo. Ja, nou, klopt ook allemaal. Want je bent gewoon super trots met wat je hebt uitgevonden. En dat mag je ook zijn. Ik zie 1, 2, 3, ik zie 5 spulletjes. Dus aan jou even om ons daarin één voor één in mee te nemen. Wa'il, ga je gang. Dit is dus het apparaat? Ja, dus, daar is de camera. Dus misschien kun je me wat dichterbij. Dit is dus het apparaat. Ja. En je draagt het gewoon om je nek. En je ziet het al een beetje. Je hebt gewoon een ledje. Ja. En hier heb je de sensor. Ja. En je hebt nog een sensor. Want het zijn eigenlijk een combinatie van een paar sensoren. Ja. En je hebt natuurlijk gewoon de knoppen waar je het aan-uit kan zetten. Ja. Maar het zijn hele simpele aan-uit knoppen. En we zijn nu ook nog bezig om... We hebben het eigenlijk al af. Maar andere knoppen, zodat het ook makkelijker is voor ouderen. Omdat wij willen het ook toegankelijk, zeg maar, we willen dat het makkelijk te gebruiken is. Ja. Volgens mij noem je een aantal dingen. Wat het maakt dat je daar tweede mee bent geworden. Namelijk, het is simpel, het is toegankelijk. Is het ook nog eens qua kosten? Ja, het is super goedkoop. Hoe goedkoop? Omdat als je ook moet vergelijken met andere apparaten. Ja. Andere apparaten, meestal werken met Bluetooth. Dus je hebt sowieso 2 apparaten nodig. Ja. Dus je kan niet jezelf ermee beschermen. Ja. Als andere mensen niet geïnteresseerd zijn om zich daarmee te beschermen. Mooi. En het is veel duurder. Het is 3 keer of 4 keer zo duur om zo'n apparaatje te kopen. Terwijl dit apparaatje, het is gewoon heel simpel. Je hoeft maar 1 knop in te drukken en het werkt al. Het werkt, ja. je hebt geen telefoon nodig. Het is ook privacy. Het is autonoom. Het schendt geen privacy. Ja. Je kan het niet vergelijken met die andere apparaten. En het is natuurlijk ontstaan in de pandemie tijdens corona. En natuurlijk met z'n allen heel blij dat we het achter de rug hebben. Maar goed, een pandemie is natuurlijk... Dat komt en gaat. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook hier iets fantastisch ontwikkeld voor de toekomst. Want de wereld gaat nog zeker te maken hebben met virussen en weet ik het al meer. Hè? Dus volgens mij heb je... Volgens mij heb je gewoon een prachtig product ontwikkeld. Ja, zeker. Waar we nog heel lang profijt van gaan hebben. Ja, ik wilde ook graag zeggen dat... Ik heb een onderzoek gezien. Dat in de toekomst, in een kortere tijd, veel meer pandemieën komen. Ja. Dus er zijn echt internationale onderzoeken geweest. Mm-hmm. Dat er is gebleken dat hoe verder we komen in de toekomst, dus ook uit het verleden, ze hebben ook het verleden gebruikt, hebben ze gezien dat nu komt er bijvoorbeeld vroeger, heel vroeger, toen was het bijvoorbeeld 100 jaar voordat er een nieuwe pandemie kwam. Was. Ja, klopt. Maar nu is dat gewoon 10 jaar, 5 jaar en er is al een nieuwe pandemie. Mm-hmm. Dus wij moeten gewoon echt futureproof zijn. En we hebben ook heel veel geleerd, denk ik, van corona. Dat je echt gewoon futurebestendig moet zijn. Mooi. Dus dit kan je sowieso ook nog steeds gebruiken in ziekenhuizen. Gewoon dagelijks. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om dit gewoon nog verder te ontwikkelen. Want het kan natuurlijk altijd beter. Om ervoor te zorgen dat je het ook kan gebruiken voor epidemie in de toekomst. Waardevol hoor. Wat zien we nog meer bij? Ja, ik zie hier ook iets moois. Vertel. Ja, ik heb ook meegedaan aan een tv-programma. Wat een uitvinding heet het. Ja. Kan je ook zien hier. Ja. En dit is wat ik van hun heb gekregen. Ik ben uiteindelijk 2e geworden. Maar daar heb ik hun mijn apparaat. Wat kan dit apparaat?
En dit is niet een apparaat? Oh, dit is de prijs. Gewoon de prijs. Ah, ik denk, je hebt gewoon fantastisch onder... Ja. Precies, maar dit heb je gewonnen. Dit is gewoon een lamp. Check. Ja. Nice. Misschien kunnen we hem ook aandoen. Ik weet niet of dat prijs. Kan. Nou, dat doen we misschien. Daar hebben we ons niet op voorbereid, Wade. Dit is ook een prijs? En ja, deze, dit is wat ik heb gekregen van het Nationale Kees de Veer Kinderprijs. Van 2020. Mooi hoor. Echt geweldig. Daar was ik ook heel ver gekomen. Jongens, aan de foto was je 12. Een stuk jonger, Wayne. Je wordt ouder, Wayne. Okay. Gaat hard, hè? Leg maar niet, want dan blijven we jou ook een beeld zien. Hey, en dan hebben we natuurlijk nog een wil jij die vasthouden? Ik heb hem. Okay. En dan hebben we hier nog een prijs. Ja. Dat is de Young Impact Award. Ja, deze... Vertel, wat moet je doen om deze te winnen? Ja, ik was super blij dat ik deze had gewonnen. Ja. Want ze hebben een award, die heb ik gewonnen op de categorie gezondheid. Ja. En waar het eigenlijk om draait bij Young Impact, is eigenlijk de jeugd een stem, geven, zeg maar. En dingen die kinderen, die jongeren hebben gedaan, dingen die ze goed hebben gedaan, ook naar voren brengen. Nice. En ik vond het super blij dat ze mij ervoor hebben gekozen als een van de winnaars. Want je hebt winnaars op verschillende categorieën. Omdat ik, volgens hun, en ik denk dat ik dat, daar ben ik ook mee eens, dat ik voor heb gezorgd dat ik kinderen heb geïnspireerd en gemotiveerd, denk ik ook, om iets maatschappelijks te doen. En zo'n apparaatje, die heeft denk ik ook hele grote invloed gehad op de maatschappij. Mooi. Ik denk een mooi moment en volgens mij een mooi hoogtepunt. In jouw, mag ik zeggen, carrière? In jouw leven? Klopt. Want zo jong nog maar en zoveel prijzen hebben, dat is volgens mij ongekend. Een mooie mijlpaal voor jou. Zeker. Tot slot wil ik heb ik nog een vraag aan jou. En wat is jouw boodschap voor alle andere jongeren, jouw leeftijdsgenoten? Juist. Die wellicht op dit moment overwegen om ook iets gemeenschappelijks te doen. Of een bijdrage te leveren. Of wat zou jouw oproep zijn? Motiveer deze jongeren nou eens middels een paar zinnen. Of ja, zeg eens. Zeker. Nou, ik heb eentje, die neem ik altijd mee. Dat je sowieso gewoon nooit opgeven. Dat is hoe ik het kortste kan zeggen. Maar wat ik eigenlijk, het achterliggende idee wat ik daar eigenlijk mee wil duidelijk maken, is... meestal wat er gebeurt is, zeg maar, dat mensen na een tijdje die kappen ermee. Dat heb je bijvoorbeeld ook bij sport. Op het moment dat je ongeveer bij mijn leeftijd komt, dan zie je dat je geen kans meer maakt. Maar juist op dat soort momenten moet je juist doorgaan. Juist doorpakken. En natuurlijk zijn er tegenslagen, maar je moet gewoon eigenlijk nooit opgeven. Gewoon, zo kan je het eigenlijk kort samenvatten. Gewoon nooit opgeven. Je dromen, je moet natuurlijk gewoon altijd focussen op één ding die je gewoon elke keer met stapjes verbetert. En die uiteindelijk gewoon daar vol voor gaan. En dan komt het zeker goed. Dus gewoon altijd focus houden op je doel. En niet te veel doelen hebben. Dus gewoon één doel altijd vasthouden. Kan er wat meer zijn, kunnen er ook twee doelen zijn. En daar altijd voor gaan. Mooie boodschappen. Otman. Ja, heel... Ik kan je in ieder geval één ding zeggen. Ik ben als jouw sidekick ben ik onwijs blij dat we vandaag Wayne bij jou hier in de podcast hebben. Ook superleuk dat ik hier mag zijn. En ik denk dat je met jouw verhaal heel veel andere jongeren wakker kan maken. Ongeacht wat hun dromen kunnen zijn. In jouw geval is het uitvinden. Maar ook nog hopelijk voetballer, een groot voetballer worden. En voor hele velen is het iets anders. Ik ben echt super trots dat je er vandaag bent. Dank je wel. En jij zegt wel eens, weet je, ik lees wel wat dingen voor jou. Maar volgens mij, ik raak nog meer geïnspireerd door jou. Zet hem op. Dank je wel. En ik hoop echt dat we jou ook terug gaan zien in het Amsterdamse. Je bent nu in Amstelveen actief. Klopt. Nee, ik ben nu ook in Amsterdam. Dan geef ik workshops. Kijk, en we gaan gewoon jou vaker hopelijk ook terugzien. Ja. En dan, we zijn nu druk bezig. We zijn nu ook echt druk bezig om die idee van de innovatielab en ook gewoon de workshops geven. Mooi. Ook echt professioneel te maken en daar ook echt iets groots van te maken. En elke hulp is welkom. Dus
We zoeken ook gewoon mensen die ons gewoon alleen mentorship geven. Dus die gewoon meedenken aan hoe kunnen we dit nou verbeteren. Alles is welkom. Als ik nu zou luisteren en ik zou deze boodschap van Wael horen, dan zou ik meteen morgen bellen naar papa Grazi. En gewoon wat meedoen. En ik denk dat ik nog één oproep heb naar ouders. Ik bedoel, jij hebt met beide handen die opvoeding van je ouders naar je toe gegrepen. En dit is een mooie boodschap voor ouders. Investeer in je kind. Het is niet altijd in dat stukje speelgoed. Maar ook, je kan volgens mij niet vroeg genoeg beginnen. Nou, wat je mooi zegt, hè, want wel grappig, hè, want ja. Jij praat en bij mij speelt er van alles natuurlijk. Ik heb ook een dochtertje van 2,5. Ja. Wat voor mij bij mij is blijven hangen, is vooral herken het talent van je kind. En weet wat dat is. En als je dat weet en als je daarin faciliteert en ondersteunt en begeleidt, klopt. Ik denk überhaupt, als we het over talent hebben. En volgens mij refereerde jij al een beetje naar het onderwijssysteem, zoals dat nu geregeld is. Het is gewoon heel gechargeerd. Je hebt gewoon een aantal vakken waar je uit moet kiezen en daar moet je gewoon doen. Maar er is niet sec aandacht voor een bepaald talent. Precies. En als dat meer zou kunnen in het onderwijs, dan denk ik dat we nog heel veel talenten gaan zien opstaan. Ja, talentenontwikkeling is ook een hele belangrijk onderdeel van het onderwijs. Ja. Maar dat soort dingen, dat soort vakken, die worden er nog niet gegeven op school. Juist. Maar daar moeten we juist naar zoeken. En als we het niet vinden op school, dan moeten we het vinden op andere plekken. Ik wil jou... Mooi worden. Geweldig. Ik wil jou bedanken. Dankjewel. Voordat je er vandaag bent geweest. Voor je verhaal. En natuurlijk ook... jouw vader natuurlijk, hij zit bij ons achter de schermen. Maar ook jij bedankt dat je er vandaag bent. En natuurlijk dat je Wael daarin hebt begeleid. Zoals ik al eerder heb aangegeven, ik zal zorgen dat we in de omschrijving alle nodige links plaatsen voor onze luisteraars en kijkers die meer willen weten van jou. Dankjewel. Nogmaals dank, Mohammed. Ook weer happy en blij dat je er vandaag weer was. Nogmaals ook dank dat je er was vandaag. We hebben jou helemaal niet gevraagd wat jij ervan vindt. Maar wat vind jij ervan eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Nee, ik vond het superleuk. En ik voelde me heel erg welkom bij jullie. Ik hoop dat de kijkers het ook heel erg leuk vonden. En dat ze er ook iets van hebben geleerd natuurlijk. Mooi. En iets dat meenemen. Ja. Dus dankjewel dat ik er gewoon mocht zijn. Ik heb ook denk ik... heel veel van jullie gehoord, ook voordat we hadden opgenomen. En ik heb ook heel veel van jullie geleerd, dus dank je wel daarvoor. Mooi. Dan is het, nogmaals dank allemaal. En ook voor de luisteraars thuis en de kijkers. Like vooral onze Spotify-kanaal. Laat daar een reactie achter. Dat geldt ook voor YouTube. Ook dat motiveert ons weer om de volgende aflevering weer een leuke aflevering te maken. Dankjewel en wellicht tot de volgende. Bye bye. Doei.